En dan moet ik dus op tijd zijn. Ik moet op tijd zijn. De band moet op tijd zijn. Iedereen moet op tijd zijn. Ik ben ook op tijd. He, altijd hetzelfde gezeik. Rijmat is laat! Get hyper, dames en heren. Get him out of big hand. Yeah! Van elkaar! Ja, bij mij gaat het ook goed. Ik ben klaar met mijn vakantie. Ik mag weer werken. En worden wij Surinamers gelukkig. Nee, maar weet je wat? Minister Plasterk is begonnen met het ding. Heb je gehoord van mensen mogen niet meer op scholen komen met gezichtsbedekkende kleding. Dat vindt Plasterk. En ik vind het is niet eerlijk. Want wie worden weer de dupe ervan? Boerka dames. Alle 6 in Nederland worden de dupe dat ze kinderen niet naar school mogen brengen. En ik vind gelijke monniken gelijke kappen. Als het dragen van gezichtsbedekkende kleding bij scholen aan banden wordt gelegd, vind ik dat je gezichtsbedekkende kleding ook aan banden moet leggen bij roofovervallen bijvoorbeeld. Ja toch, ik bedoel, als het bij haar niet mag, mag het, en dan zou het ook veel leuker zijn zo'n bankoverval, weet je wat ik bedoel? Ja, sorry, maar normaliter heb ik zo een bivakmuts aan, maar dat vindt Plasterk niet zo'n goed idee. Dus kunt u alsjeblieft de grote coupures in deze zak doen? Ja, dat, ja, dat wordt toch veel leuker, dat wordt veel minder agressief, minder opgefokt zijn dingen die we kunnen gebruiken in het land. Philips, you gotta love Philips, die is op de markt, komt op de markt met een nieuwe vibrator. Heb je dat gehoord? Speciaal, ja, Philips. Ja. Philips met een vibrator van 200 watt waarschijnlijk worden. Ik weet niet, maar... Ja. En je licht geeft in het donker. Was... Een spaarvibrator, ja. Nee, maar ze komen met een vibrator. Het is om je relatie op te krikken, weet je? Om je relatie tussen jou en je vrouw beter te maken. Geloof je dat? Nee. Dat de vibrator je relatie kan opkrikken? Kom op, man. No fucking way. Echt niet, nee. Oké, behalve als die vibrator een mp3-speler heeft. Weet je? Dan kan zij lekker vibreren terwijl ik naar op tijd luister. Weet je? Van... Dat vind ik het, ja. Dat kan het wel. Weet je? Maar ik bedoel, de enige vibrator die mijn seksleven beter zou maken, is een vibrator die na 2 minuten slap wordt. Gewoon een steen. En dat mijn vrouw zegt, jij bent toch beter, schatje. Jij bent echt veel beter. Weet je? Dat zou goed zijn voor mijn zelfvertrouwen. Maar de rest is allemaal bullshit. In Leiden is de eerste groengasbus, de eerste bus die volledig op biobrandstof rijdt, is gelanceerd. Als je dat gehoord? De groengasbus. Dat is gewoon een mooi woord voor een bus die volledig op strand rijdt. Ja, gewoon op poep. Hoe wordt te denken in de toekomst? Weet je, bij de supermarkt of bij de speelstation van, hey, hallo, gaat het? Ja. Nou, is een tijd geleden, ja, klopt. Ja. Ik bedoel, het is toch raar, weet je, dat het hele leven verandert. Je kinderen gaan met de ouders op stapvader. Hallo, hallo! Niemand gaat naar het toilet. Als je wil poepen, doe je het onderweg. Nonsens. Ja, het wordt helemaal anders. Maar anders, weet je, car dealers die met een verkoopraadje komen. Ja, nou, deze auto rijdt 1 op... Het hangt er een beetje vanaf van wat u gegeten heeft. Maar, kool gaat hier zeker 1 op 10. Daar kunt u van op aan. Nee, het is, ik vind het echt raar. Weet je, ook vliegende panters moeten een liedje gaan veranderen, weet je. De supermarkt. Spaart u ook drolletjes? Wat was het verder weer? Oh, spaart u ook drolletjes? Een bonuskate of asthma? Wilt u extra stront opnemen? Een zakje kost 35 cent. How do? Dankjewel, dat was het. Dankjewel. Welkom bij Rijman is Law! Ook dit seizoen, dames en heren, hebben we weer onze razende reporter Wilfried Weentag wereldwijd bereid gevonden om het wereldnieuws voor u in beeld te brengen. En ik vraag me ook echt af waar Wilfried vandaag is. Wilfried, goedenavond, waar ben je? Oh, goedenavond, Rijman. Ik bevind me momenteel in Thailand, dan om precies te zijn in Bangkok. Lekker achter de wijven aan, hè? Goed zo, goeie grap, Rijman. Ik zie dat je gevoel voor humor er weer niet op vooruit is gegaan. Nee, ik ben hier omdat de Thaise premier gedwongen moet aftreden.
Vanwege een seksschandaal. Helemaal niet, Rijmer. Ik zie dat jij je krant nog steeds uitsluitend voor je konijnenhok gebruikt. Maar de Thaise president die moet aftreden omdat hij de grondwet heeft overtreden door op te treden als kok in een kookprogramma. Vanwege snabbel moet hij maar aftreden? Dat kan niet, Wilfried. Ja, natuurlijk kan jij je dat niet voorstellen, meneer de snabbelkoning. Want met jouw snabbel zou je hier altijd 7 maal levenslang zijn veroordeeld. He? Ja, maar het is geen wereldnieuws. Ik bedoel, kom op, het is geen wereldnieuws. Nou, je slaat de plank voor de 3e keer mis, Rijmer. Een nieuw record, gefeliciteerd. Goed begin van het nieuwe seizoen. Maar dit heeft natuurlijk vreselijke gevolgen voor de hele wereldpolitiek. Maar hoezo dan? Nou, neem maar een Jamie Oliver. Die kan het premierschap van Engeland nu wel vergeten. Zo ook de Swedish kok van de Muppet Show. Ook hij kan een politieke carrière op zijn buik schrijven. Maar het ergste van alles is dat Jo Braakhekker dus nooit meer minister-president van Nederland wordt. Ja, maar Jo Braakhekker maakt er sowieso nooit kans op het premierschap, laten we eerlijk zijn. Nou, Rijmer, ik zeg altijd met Rita Verdonk, weet je het maar nooit. Oké, dat is waar, maar mag ik vragen, waarom ben je dan in een hoerenbuurt? Nou, dat heeft allemaal met het budget te maken dat jij me betaalt om reportages te maken. En daarvoor kan ik nog niets meer permitteren dan een krot hier in de achterbuurt die ik ook nog met 3 dames moet delen. En het ergste van alles is dat die dames achteraf dus helemaal geen dames bleken te zijn. Het was heel niet tijd dat ik weer het weet, maar de hele waarheid, de absolute waarheid en niets anders dan de waarheid voor Rijman is laat. Goedenavond. Heel veel succes, Wilfried. Het is Schotterbosse auto op Nederland 1. Tijd voor altijd fresh. Middagsmer. En hier is het op uw chauffeurige gastheer en boerslater Ahmed Al-Ghazal. Goedenavond, assalamu alaikum en welkom bij altijd fresh. Middagsmer. Ik had net helaas wel zielig voor uw mededeling. Mijn zoon Rashid, die gaat naar Marokko, is naar Marokko gegaan. Om daar zo gaat spelen, Chris Segers. Hij wil zelf tv-presentator worden. Ik zeg oké, jij gaat maar doen. Maar dat wil zeggen, dames en heren, Ahmed heeft nieuwe show nodig. En daarom, we gaan dit seizoen op zoek naar slagerszoon, man of vrouw. Allebei nog. Ik ga vandaag voor u aankondigen mijn eerste kandidaat, Meemoon. Assalamu alaikum. Welkom. Wa alaikum salam. Ja, ik ben heel blij dat je bent gekomen. Kijk, mijn vorige assistent bij zoon Rashid, hij was niet echt slim. Dus ik wil nu graag een slimme zoon. Okay. Een zoon die heeft slim verstand. Ik heb een zoon nodig die kan... Heeft de verstand van slagersvak. Ik heb zo nodig die weet de Nederlands maatschappij. En ik heb zo nodig die kan tegen grap. Voor verstand van humor. Ja? Okay. Kan je van humor? Ja, als ik zag, komt een vrouwtje bij de bakker, dan zeg jij. Ha, ha, ha. Ja? Goed zo. Goed zo, heel goed. Dat is maar een kansgrapje, want wij komen altijd bij slager, nooit bij bakker. Goed zo. Waar kom je van dan, Meemoon? Ik kom uit Marokko. Marokko? Ja. En waar woon je hier in Nederland? Rotterdam. Rotterdam? Ja. Oh, dat is voor jou niet verlopen naar werk hier zo. Nee, nee. Dat is alvast een voordeel. Waar werk jij nu? Ik werk in de slagerij. Welke? Bij de concurrenten. Bij de concurrenten, ja. Is niet erg. Mag ik zeggen waar is zo? Overal? Overal. Ja. Overal een beetje, god zo. Jij bent een vliegende slager. Vliegende slager. Ja, god zo. Oké, we gaan beginnen met het sollicitatiegesprek. We hebben hier een juryleden. Dat is juryleden met paarse trui, hij is voor score. En deze 2 juryleden gaan jouw punt geven, beoordelen op jouw prestatie. Over het geheel. Oké. Okay. Okay. Zijn jullie klaar, juryleden? Wat is jouw naam? Mida. Mida. Wandana. Wandana. En? Manisha. Mida, Wandana, Nisha. Dat is net een slechte liedje. Oké, Gatje, we gaan beginnen. Ben je klaar? Ja. Oké, okay, vraag 1. Waarom is in Nederland woensdag gehaktdag? Is dat A? Omdat de 80-jarige oorlog op een woensdag werd gewonnen en toen werden andere Spanjaarden in de pan gehakt. Is dat B? Omdat halverwege de week het geld is op, dus moet je goedkope vlees kopen. Daarom eten Hollanders ook half om half. Niet de ons alleen maar rondvlees. Of is dat C?
In de 19e eeuw werd op maandag geslacht, op dinsdag werd begonnen met uitbenen en uitsnijden en op woensdag werden de restjes verwerkt tot gehakt. En dan kon je goedkope vlees krijgen. Dat is antwoord C. Dat is helemaal goed, Tot zo. 5 punten. Schrijf maar 5 punten. Wij gaan naar vraag 2. Wat vraag je als slager aan een Nederlandse vrouw in slagerij? Zeg je, mag het ietsje meer zijn? Zeg jij B, mag het ietsje minder zijn? Of zeg jij C, wil jij een stukje van mijn worst? Nee. Oh, sorry. Wil jij een stukje worst van mij? Het is antwoord A. Antwoord A? Ja. Mag het ietsje meer zijn? Dat is helemaal goed! Goed zo, mijn man. Schrappen. Oké, dan gaan wij nu naar de doevraag. Ik heb hier voor jou 1 kilo gehakt. Hier zo, is bordje. Kijk, het doorsnee Hollandse gezin bestaat uit vader, moeder, een vervelende zoon en een lastige dochter. Maar zij willen allemaal een even grote gehaktbal, namelijk van 125 gram. Ik heb hier 1 kilo gehakt voor jou. Draai voor mij daaruit 4 gehaktballen van elk 125 gram per stuk. Zo dichtbij mogelijk bij de echte gewicht. Okay. Jij hebt 30 minuten. Kan je zeggen... Dan kan je nu beginnen. Zet maar hier zo. Dat is een groot bal. Je hebt grote ballen, dat is echt wel. Als jij gaat zo door, je gaat mijn straatarm maken, echt waar. Dat zijn 4 ballen? Dat zijn de 4. Denk jij, is 125 gram per stuk? Plus minus. Plus minus, oké, okay, wij gaan wegen 1 bal. Kijk, wij doen dit op nauwkeurige weegschaal. Deze weegschaal is voor Nederlandse mensen wanneer ze komen naar slagerij. Geef altijd minder aan, deze is nauwkeurig. ...135 gram, heel erg goed. Ja, deze bal is een beetje ontstoken, 168 gram. 157 gram. En 140 gram. Dat is heel erg goed, vind ik persoonlijk. Oké. Niet zuiver, maar... Ik weet, ik word straatarm als jij komt in mijn slagerij, maar toch, ik zie jou graag een keertje verschijnen. Oké, wat is de eindstand? Is nu 10 punten voor de vragen, zie ik. Midden, wat is jouw punt? Een 7, schrijf je 7 bij. Goed zo. En wat is jouw punt? 8 punten, schrijf 8 punten erbij. En voor mij, je krijgt ook een 8. Dat is samen 33 punten. Dat wil zeggen, jij bent nu leider in het klassement. Jij staat helemaal aan top, dus je hebt grote kans voor te winnen. En daarom krijg je van mij oorkonde. Wegens het mindere deelname aan het programma Rijman en Slaat bij het onderdeel Altijd Pres met Ahmed wordt heden de slagerszoon van de week wordt uitgereikt aan Mimoun Al-Hawass. Is dat goed geschreven? Ja. Goed zo? Al-Hawass, oké. Okay. Rotterdam, 30 september 2008, namens eigenaar van slagerij van Ahmed. Ahmed Al-Ghazar. Al-Ghazar. Alsjeblieft, ik vond het een fantastisch kandidaat. Dat was weer Altijd Pres met Ahmed. Wacht even. Wil jij ook meedoen met Altijd Pres met Ahmed? Wil je ook slagerszoon worden? Ga naar www.rijmanislat.nl. Geef je op en we gaan je zien hier. Tot volgende keer. Wij gaan nu terug naar, je weet wel, Rijman. Ja, ons land heeft vele culturen en vaak ontstaan er ook relaties tussen twee verschillende culturen. De vraag is nu, ja, versterkt de liefde het verschil tussen de culturen of wordt het juist minder, dat verschil? Hoe gaan die twee culturen met elkaar om? En dat gaan we vanaf vandaag testen in Twee Culturen op een Kussen. Daar ligt Rijman tussen. Ja! Ja,
Vanavond heb ik twee heel bijzondere mensen, dames en heren. Hier zijn Willem Brodfrukke en Susan Rastin. Goedemorgen. 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 Oh, zo, zeg. Ik moet eerst even plassen. Ja, nou, we hebben een kathetertje ernaast gezet voor je, dus... stop hem maar erin, zou ik zeggen. Willy Brod, ja, ik ga met jou... Dat is gebeurd, hoor, ik begin met jou, lieverd. Wat dan betreft lijkt wel een Suriname. Ja, luister, even naar mij luisteren nu. Oh. Ja, oké. Ik vraag me af hoe een Hollandse, een beetje botterik, zou ik maar zeggen... zo'n prachtige Iraanse vrouw versiert. Hoe doe je dat? Nou, met hele lieve woordjes, met veel bloemen en een glaasje wijn. Dan kom je heel ver. Als je tegen een vrouw zegt, je bent de allermooiste van de wereld, de allerliefste... En nou, dan gaat hij snel hoor. En jij trapte daar ook meteen in? Ik trapte daar meteen in. Nou, we gaan wat vragen stellen over jullie beide cultuur. Jij komt uit Iran, jij komt uit Nederland, uit Arnhem om precies te zijn. Nou, we gaan beginnen met een beeldfragment. Ik wil je vragen om even naar het beeld te kijken, dat is daar. Als je dat ziet, Willem Brod, waar denk je dan aan? Halve maan. Nou, bijna half. het is de maan die men moet zien als... De tijd wordt voor de Ramadan. We zitten nu in de Ramadan. Ach, ja. Wist je dat? Nou, ik had er even niet aan gedacht, neem me niet kwalijk. Nee. Het kan gebeuren, maar ja, de meeste moslimlanden, zoals hier in Nederland, die zijn op 1 september met de Ramadan begonnen. Ja? Maar dan heb je van die vrijzinnige islamitische staten, zoals Iran, en die beginnen dan een dag later. Waarom doen ze dit? Nou, ze lopen sowieso achter, dus ik denk dat... ja. Ja, denk je dat? Ik zou het niet weten. Ja, zou je niet weten? Nee. Nou, je hebt twee redenen. De eerste vinden ze, zeggen ze van ja, we moeten eerst echt die maan kunnen zien dat die echt zo staat. Dan pas zeggen we dat het Ramadan is. Andere reden is ook van dat je, in Iran heb je de Shiiten vooral. Mm-hmm. En de kalender wordt bepaald door de Soenieten die vooral in Saudi-Arabië zitten. En die Shiiten hebben zoiets, nee, wij bepalen zelf wanneer we doen en wij beginnen gewoon een dag later. Ja, ja? Leuk. Ze zijn net Surinamers, hebben eigen wil. Susan, jullie verschillen behoorlijk van leeftijd, 30 jaar. Oeh, ja. Ja. Merk je helemaal niks van. Het is niet te zien, nee. Echt, absoluut niet. Maar nu is het zo, binnen onze Nederlandse cultuur zeg maar wel eens, ja, zo'n leeftijdsverschil, dan moet die man wel een mooi karakter hebben. He, dat zeggen ze dan. Ja, maar hoe denkt men in de Iraanse cultuur over zo'n leeftijdsverschil? Nou ja, ik kom dus uit een gezin waar mijn vader en moeder ook een behoorlijke leeftijdsverschil hebben. 25 jaar. Dus ik weet, ja, dat is eigenlijk... Je weet niet beter. Ik weet niet beter. Ja. Dus daar is het maar wordt... Nee, maar dat heeft niks met leeftijd te maken. Ik bedoel, het kan in elke cultuur, in elke land kan dat gebeuren. Dus, ja. Ja, nee, ik vind het van mij mag het hoor. Ik bedoel, mijn vrouw en ik verschillen gewoon 1 jaar. En als het gaat vrouw, om de liefde. En als jouw vrouw mij was tegengekomen, was zo gegaan hoor, geloof me. Ja, denk je dat? Ja, dat was heel hard. Ja, dat was echt... Hey! Ja, absoluut wel. Ik weet het, ja. Kijk. Ik ben misschien niet de mooiste, maar ik heb wel een Surinaamse lul, dus ze blijven weg. Je weet wat ze zeggen, mannen die opscheppen over een lul, die ze hebben meestal kunnen ze het niet vinden. Maar je bent nu met de Iraanse schone getrouwd, je hebt daarvoor 2 Hollandse vrouwen gehad. Wat is het wezenlijkste verschil tussen Iraanse vrouw en een Nederlandse vrouw? Nou, een Iraanse vrouw die komt dus uit het Verre Oosten en die zijn heel aanhankelijk en zonder mijn andere vrouwen tekort te doen, want die waren ook prachtig en prima. Maar die doen alles wat je wil, ja? Die luisteren nog naar een man, ho, rustig aan. En nou ja, dat sprak mij heel erg aan, dus ik viel met mijn neus in de boter. Dat had je maar gehoord. Ik moet erbij zeggen, zeg jij het zelf maar eens, hoe ben ik voor jou? Nou, je bent heel lief voor me en je bent heel charmant voor me, maar ik doe niet alles wat je zegt. Ja, dat is godverdomme. We gaan jullie even naar een stukje muziek laten luisteren. Dus ik even, hier is een koptelefoon. Je hebt trouwens wel een hele mooie vrouw in de zaal. Ja, ja, hè? Altijd. Je hebt een hele mooie in bed. Ja. Als je even die wil opzetten. Als je even, ja, kan je me horen? Ja, je hoort me, ja? Heeft hij echt zo'n grote lul? Duidelijk, ja, oké. Ja, dat is het. Ja, waarom denk je dat ze last bij me blijft? Oké, Willy Brod, voor jou de vraag. Oh. Je hebt al 3 kinderen uit de vorige huwelijk. Komen er nog kinderen en zo ja, hoeveel? Nou, ik vond het wel mooi geweest, maar we hebben toevallig deze week erover gehad. Uitvoerig, Suus wil graag toch nog een kind, ja. En
Dus in het weekend valt de beslissing. Maar we zijn al aan het oefenen. Oké, nou ben benieuwd wat zij ervan zegt. Maar ik kom weer, dankjewel. Wat hoorde je? Heb je even voor mij. Oké, goed zo. Lekker Nederlands. Om even in de stemming te komen. We stelden aan Willy Brood de vraag van... hij heeft al 3 kinderen uit de vorige huwelijk. Maar komen er nu nog kinderen bij? Wat was daarop zijn antwoord? En zo ja, hoeveel? Ik denk dat hij zegt van dat wij dat nog niet weten. Nog niet weten? Nee, zeg maar. Even. Wanneer hebben jullie er het laatst over gesproken? Onlangs. Ja, wanneer? Nee. En wanneer valt de beslissing? Dat is nog niet zeker. Nee, wanneer hebben we erover gesproken? Een paar dagen geleden. Ja. Oké, helemaal goed. Nou, nee, prima. Wil je broodje hem ook even op wil zetten? Ja? Zet je hem ook even op? Ja? Ja, oké. Nou, een vraagje. Voor jou. Waar moesten jouw ouders het meeste aan wennen bij Willy Brood? Dat hij heel erg ad rem is. Hij is heel erg woordelijk, zeg maar. Hij zegt wat hij denkt en wat hij wil. Dus hij is echt heel direct. Kwam het woord. Dankjewel. Ja, dat is het. Daar moest je echt direct aan wennen. Ja, zeker. Oké. Ja. Nou, prima. Dan ga je weer vragen. Je mag hem afdoen, Willy. Zo. Willy Brood, we stelden aan Suzanne de vraag waar haar ouders het meest aan moesten wennen bij jou. Nou, haar vader viel gelijk voor mij, want die houdt van intelligente mannen. Dat was de vraag niet. En mijn schoonmoeder, na veel cadeautjes en bloemen vond ze hem ook wel leuk, ja. Maar waar moesten ze echt aan wennen? Aan wennen. Het is één eigenschap. Aan echt aan wennen? Ja, ja. Dat ik zo druk was en dat ik zo aanwezig was en dat ik zo, als ik in de... Ze houden van rust, hè, in Iran. Rustig. En ik ben er wel druk te maken. Ja, dat vonden ze wel heel erg. Nou, heel goed. Ik zal het goed rekenen. Dan heb ik nu een vraag waar jullie beiden mogen overleggen over het antwoord, ja? Want we gingen de straat op en legden mensen het volgende voor. Wat is heel typerend voor een Iraanse vrouw? Nou, ik denk meer de burka. God. Plus slaven naar iedere keer dat ze slaven wordt behandeld. Dat weet ik niet. Ja, ze zullen best wel traditioneel gekleed gaan. En de hoofddoekjes natuurlijk. Ja, dat ze heel bescheiden is. Eigenlijk niet gezien wordt. Dat is het. Maar, je ziet ze niet. Wat is zo typerend voor de Iraanse vrouw? Wat is zo typerend voor de Iraanse vrouw? Wat zegt deze jongeman erover? Zegt hij A, dit is multicultural choice. Zegt hij A, nou, ze zijn heel erg leergierig. En willen graag wat bereiken in de maatschappij. Zegt die B, nou het zijn mannenverslinsters die een man helemaal gek maken om hem vervolgens aan de kant te zetten. Of zeggen ze, het zijn van die bazige types die niet de boerka maar de broek aan hebben in huis. Ja. Ik denk 1. Ik denk 3. En zij denkt 1. Jij denkt A en jij denkt? 3. En wat wordt het antwoord? Wie geeft de doorslag? Het is haar land, dus zij mag het zeggen. Ja, ik denk 1. Oké, jij denkt dat het A is. Het zijn heel erg leergierig en willen graag wat bereiken in de maatschappij. Kon je 1 nog vertellen? Hij heeft een Iraanse vriendin. Ja, nou, dat is ja? Goed. Laten we kijken wat hij zegt. Wat is zo typerend voor een Iraanse vrouw? Waarschijnlijk dat ze veel... Ik hoor veel verhalen over Iraanse vrouwen. Niet mijn vriendin, maar ik hoor veel verhalen over Iraanse vrouwen dat ze best wel mannen versleten zijn. Dus dat ze heel snel, zeg maar, mannen helemaal gek op hun laten worden en dan uiteindelijk ze gewoon aan de kant zetten. Nou, ik geloof er niets van. Ik geloof er niets van. Het is nog niet zo. Nee. Je hebt het nog niet. Jullie zijn al 8 jaar samen. Ja. 8 jaar samen, dat vind ik geweldig. Ik vind dat jullie het goed hebben gedaan. Je bent echt een gek en dan krijg je een cadeautje van me. Ik heb voor jullie de Rijnmond Duvel pyjama. His and hers. Nou, die is voor jou, zou ik zeggen. Leuk, dankjewel. Super. En die is voor jou, alsjeblieft. Ja. En dan heb ik nog een laatste vraag. Waarom hou je in godsnaam van Willy Brood? Omdat hij echt heel erg lief is voor me. Dat ben ik echt serieus. Ja. Het is een hele lieve man. En waarom hoor jij van Suzanne? Nou, ze heeft prachtige borsten. Ja. Een geweldig lichaam. Maar vooral is het een hele lieve vrouw die mij koestert en die heel zorgzaam is. Ja. Nou. En over die seks gesproken, kan ik er nog even met je over praten, schat? Kom maar. Over die... Kom maar. Ik kom er zo wel tussen. Oh. Mike, applaus voor Willy Brood en Suzanne, dames en heren.
Is het het liefde overwint alles en zo ook de liefde voor het vaderland of het moederland, zo je het wil noemen. Want Rashid Ahmed zei het al, die heeft zijn vaders slagerij verlaten. En die is naar Marokko gegaan om ons kennis te laten maken met zijn prachtig thuisland. En hoe dat allemaal is en wat er allemaal gebeurt in het mooie Marokko, dat ziet u in de groeten uit Marokko. Vandaag gaan we kijken nemen bij de echte traditionele Marokkaanse slager. Kom even mee. Hier bij de traditionele Marokkaanse slager wordt al het vlees halal geslacht. En het is altijd vers. Assalamu alaikum. Hè? Als je hebt broegatten. Wat zeg je? Of je worst lust. Eén kilo. Ik ga het nog moeilijker maken voor hen. Ik wil precies 1 kilo. Precies 1 kilo. Geen onsje meer zijn. Snel, hè? We zijn altijd snel met die ding. Heb je kilo niet zijn? Ja. Zie je, precies 1 kilo. Kijk, precies 1 kilo. In Nederland zeggen ze altijd, ja, mag ik een onsje bij? Mag je nog eentje erbij? Mag je nog eentje erbij? Hier, 1 kilo. Het grappigste is in Marokko dat je ook op krediet kan kopen. Als ze jou een beetje kennen, kan je op krediet. Kan je zeggen, ik kan morgen betalen. Ik kan gewoon morgen betalen. Maar als je niet betaalt, dan is het jouw probleem. Ik ga het niet vragen of ik op krediet kan betalen. Ik ga doen gewoon een sketch voor dan. Voor dan. Hij wil nu betaald krijgen, want hij kent mij nog niet. Voor de echte vleesliefhebber, zoals ik, kan je alles wat hier komt meteen grillen en opeten. Doe maar voor mij dit alleen. Doe maar voor mij alleen dit. Ze wou net Nederlands gaan praten. Goed, is goed. En nu spelen wij de quiz. Met altijd prijs met Rashid. En nu mijn zoon van mijn lelijkste vrouw. Ahmed. Oké. Er is één vraag. De eerste vraag. Wie is de beste slager in Nederland? A. Albert Heijn. Echt. B. Keurslager. C. Ahmed El Ghazza. B. Dat mag er niet zijn. Het is Ahmed El Ghazza. Zit. En dat was prijs met Rashid. Dames en heren, mijn gast van vandaag, de lekkerste, leukste en vooral drukste cabaretier van Nederland, Bert Visser. Hallo, mevrouw. Hoe is het met je? Gewakka. Hey, go! Je bent ingeburgerd. Ik heb een heel klein beetje voor. Ik bereid me nooit voor, maar ik had een theezakje vanmiddag gevonden en ik heb nog één. Ja. Kissie mooi. Kissie mooi. En wat betekent dat? Geen idee. Ik geef je mooi beet.
Bijvoorbeeld als meneer Wilders tegen een paal zou lopen in een Marokkaanse buurt en ze zouden zijn portemonnee stelen, dan zou je zeggen, kies je mooi. En... Heb je nog meer op je zakje? Ik kan één... Oh, heb ik nog meer op mijn zakje? Ja, een verkreukelzakje. Luku Juvisi. Eens kijk je gezegd. Ja? En de rest is waarschijnlijk 16 plus, dat durf ik niet. Nee, zeg maar, dat is jaren probleem. Nee, ik kan niet meer lezen, maakt niet uit. Kan maar zien wat ze hebben geleerd. Ja. Maar prima. Nee, die staat er niet, dat is niet waar, die staat er niet, nee. Ik heb een vermoeden. Maar laten we bij het begin beginnen, meneer Visser. Vertel tante S, wie is je vader, wie is je moeder? Mijn vader is, was Kees Visser, en nog steeds, maar hij is overleden. En mijn moeder was Jenny Brands. En ja, kijk nou. En helaas beide overleden. Beide overleden. Kees, je vader was een beetje intellectuele man, heb ik begrepen. Is dat zo, ja? En je moeder was meer van het plezier en de lol. Ja, mijn vader was de lezer. Dus je had veel meer van je moeder. Ja, mijn vader was de lezer en ik helemaal niet. En mijn moeder was ook een beetje gek. En daar heb ik het een beetje van overgenomen. Want die was ook een vrolijke tante. En dat was helemaal goed. Ja, ik heb waarschijnlijk het tekstschrijven van mijn vader. Oh, maar dat deed hij ook. Was hij tekstschrijver van beroep? Wat deed hij? Reclameman was hij. Dus hij schreef teksten voor bedrijven. En mijn moeder, die was ook zo gek als een kraai. Dus dat is helemaal goed. Die combinatie. Je hebt mooie ogen. Je moeder heeft prachtige ogen. Ja. Ja, lekker ding. Ja, heerlijk ding. Ja. Mm. Ja, maar als kind, hè? Ja. Als kind was je ook zo druk? Was je ADHD-kind? Nee, nou... Wah. Wel? Ja? Ja. Nee, geen ADHD. Ik kon ook een hele dag... Jullie waren er allemaal bij natuurlijk. In het hele dorp zit hier. Ja, precies. Nee, ik was wel een druk kereltje, maar ik kon ook met een bak Lego in de hoek zitten en de hele middag spelen en rustig. Ja? Want je moeder heeft wel eens gezegd, ik werd helemaal tureleurs van Bertje. Ja, en ik weer van mijn moeder, dus dat... Dat klopte wel. Want nee, ik was een beetje druk. En was je goed op school? Was je intelligente student? Nou, ik stond zo vaak op de gang, dus ik heb niet zoveel geleerd, maar... en dan... We hadden meester Romp, dat schiet me nou te binnen. Meester Romp? Meneer Romp, die kijkt misschien ook had wel. Had je ook een kop en benen erbij? Nee, en toen was ik boos op, en toen ging ik met een woordenboek naar hem toe. Ik zeg, weet u wat Romp betekent? Dat betekent onafgewerkt geheel. Moest ik een maand van school. En dat soort dingen, onafgewerkt. Nou, schiet me dat te binnen, zeg. Ja, meneer Romp. Meneer Romp. Dat zei misschien je kijkt een heel aardige man trouwens. Dus dat is, ja, nou, ik denk dat hij niet meer leeft als hij jouw leraar was. Nee, maar ik was wel onrustig in de klas, maar het was wel altijd... Ik wilde het altijd een beetje gezellig maken, een beetje leuk, alleen maar leren. Ik wou ook een beetje pret hebben in de klas en dat is toch wel aardig gelukt. Ja, je hebt ook hele mooie hobby's, eigenlijk zeilen is een hobby van ja, absoluut. Zeilen is mijn lust in mijn leven. Ja, dat vind ik, dat is rust. En dat vind ik, nou zeg je zoiets, nou zegt u zoiets, want ik... Heel goed. Stond erop, behandel haar met respect. Heel goed, ja. Taki toka la respect, dat heet dat. En, het wordt toch niet uitgezonden. Nee, maar schat, dat gaan we knippen. Oh. Nee, maar op een boot kan ik bijvoorbeeld, als ik om 9 uur 's morgens wegga, we zijn in Griekenland deze zomer, dan kan ik 10 uur achter elkaar aan het roer zitten en varen. Gewoon stil, rustig. Helemaal, echt, absoluut. En je bent ook een echte klusser, heb ik begrepen. Je klust heel graag. Nou ga je hele foute dingen zeggen, ja. Ja, kom maar. Ik kijk naar Pien, je vriendin, ze zei, nee, is niet waar. Ja. Kan niet. Je bent niet echt een klusser. Nee. Maar je houdt er wel van. Ook niet. En, wat deed je op het dak laatst? Dat is een maandje geleden. Op het dak wou ik blaadjes uit het dak gooien halen, ja. En toen wist je niet dat je niet kon staan op een dak gooien? Dat kon niet staan. En vallie, ziekenhuisie en alles kapot. Hoeveel had je gebroken? Alle ribben sowieso gekneusd, bekken gekneusd. En als ik nu moet niezen, dan gil ik het ook. Dus dat ik hier überhaupt bij u nog zit, is een Ik vind godsbonde. Het geweldig. Dan weet je wat wij meemaken tijdens een bevalling? Ah, ja. 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 Ja, ja, ja. Zo voelt het al. Ja, nee. Maar je bent ook een grote opera-fan. Dat vond ik echt. Ja. En geen Oprah Winfrey, maar gewoon de muziekstijl opera. Ja. God, wat denk je dat allemaal weet? Ik weet veel. U dat allemaal weet. Ja, maar hoe kom je? Ik bedoel, ik zie jou niet 3 uur in een theater zitten om naar een opera-voorstelling te kijken. Ik vind het mooi. En dan blijf je, kan ik ook stil gewoon. Ja, absoluut. En ik denk ook, ik was laatst ergens, toen vroeg iemand, hoe wil je terugkomen? En als ik iets zou willen, is als opera-zanger. Dat je met je stem een hele zaal of heel stadion ontroert. Nou, dat lijkt me het mooiste wat er is. Maar kijk, want je hebt laatst een heel Italiaans dorp ontroerd met je stem. Met je O Sole Mio. Ja, dat klopt. Ja, hoe ging dat? Laat me een stukje horen, schat. Een klein stukje, ja. Laat maar een klein stukje horen. Want volgens Pien kan je het wel. Ze zeggen, je kan prachtig opera zingen. Pien is zo'n vrouw, we gaan dadelijk over haar praten. Ga door.
mio. Omaha. Omaha haar is naar. En ik heb al een bad hair day. Wat dacht u van mijn ribben? Van je ribben? Wat een kracht. Oeh, ja. Ik gunst, het moet toch gewoon zijn om jou te zien klaarkomen. Ja. Klaar. Ik wil wel eens kinderen bed bij je net. Ja, dat gaan we doen. Dat gaan we zeker doen, ja. Ik had het net al over de liefde. Je bent tot je 40ste een beetje gefreewheeld. Ja, ja. Schatje hier, schatje daar. Ja. Je was een player. Ja. Ja. Is dat ja, een player, ja. Toen heeft Pienje gevonden, heeft Pienje gepimpt. Ja. En nu ben je gewoon er ho. Even voor de Hollandse mensen die niet begrijpen. Hij heeft tot zijn 40ste zijn motor laten inrijden. Toen heeft hij Pien ontmoet als, zeg maar, monteur. Die heeft die motor klem gereden. En nu zit hij in de garage. Je bent niet getemd. En nu laat hij binnenkort zijn startkabels door. Ja, ga je startkabels zo laten Ja, ik denk het wel. We hebben nou een keer. Nee, ik ontmoette Pien toen ik 40 was. En dat is nu al 8 jaar helemaal fantastisch. Een fantastische vrouw en een heerlijke zoon. Ik wou ook nooit kinderen. En nou heb ik er eentje en ben ik een stapel gek. Maar raar is dat. Jezus. Mink is toch je mooiste rijkdom? Mink is toch je grootste rijkdom? Dus Pien en Mink samen is helemaal goed. Dat is helemaal perfect. Waarom hou je zo vreselijk van deze vrouw? Wat is het geheim? Waarom heeft zij je wel kunnen strikken? Dat Want ze was nog niet direct enthousiast. Nee, zeg! Integendeel, ze heeft een paar keer die deur in je gezicht geslagen. Ja, nou, ze was natuurlijk zat nog met een ex. Dat moet je nooit doen. En de ex was op reis. En de ex kwam terug. En de ex wou haar ook terug. En dus omeens zei ze, ja, ik weet het nog niet. En toen ben ik stromend regen naar huis gereden. Ik heb gezegd, nou, dan hoor ik er niet meer bij. Ik ben nooit keuze uit twee. Klaar. Dus ik naar huis en toen belde ze op. En wie denk je dat je bent? En zo, toen kwam ze bij mij en sindsdien is het helemaal bingo. Is echt waar. Is echt zo gegaan? Ja. Ja? Ja. En daarna kwamen de auto's en dingen, dure dingen en dat soort dingen. Maar, ja. Nee, maar het is helemaal... Want hij is veel weg. Hij is heel veel uit huis. Hoe deel je daarmee? Vind je dat niet vervelend? Of is het juist een opluchting? Nou ja, ik heb een klein kloontje nu thuis. Dus... Oh ja, Meek is gewoon een kleine Bert. Arm kind, heb je 2 van die stuiteraars in je huis. DVD's van mij, hè? Anderhalf, ja. Nee, maar even over je carrière ook. Je eerste soloprogramma toen je theater deed, dat was niet echt een succes. En maar het theatertje vroeg, hoe lang doet je voorstelling? Ik zei, nou, ik denk 2 uur. Maar ik had een koffer met rotzooi, die ging open. En binnen een kwartier was ik al klaar. Er was geen touw aan vast te knopen. Ik ging veel te snel. Er vlogen dingen, er explodeerden dingen. Het was 1 grote tandpasta in de coulissen. Het was 1 grote band. Ja, want ik las van je 2 mannen en de paardenkop. En die paardenkop was die vrouw van de uitbater die in het publiek zaten. Ja. Wat heeft je dan toch de kracht gegeven om door te gaan? Nou, omdat ik wel zoiets had met festivals. En als ik dan voor grote zalen moest spelen... Dan sloopte je wel die hele zaal. Je brak wel die hele tent af. Ik denk, het enige wat nog ontbreekt is publiek. En ja. Ja. Je kunt wel telkens in de kamer gaan staan, hoor. Maar ik had. En toen dacht. En, nou ja, maar dan heb je eerst. Wat jij zei. U zei. Is toch. Ja, je begint met 2. Maar de volgende. Ja, daarop zitten er 6. En dan zitten er 50. En die 50 vertellen het door. En dan zitten er 200. En zo zijn die zalen helemaal volgekomen. En nu, de laatste 10, 15 jaar, zitten natuurlijk. Afgeladen en doe ik mijn best. Ja, en doe ik mijn best om prachtige programma's te maken. Ja. Want als ik in de eerste avond in Luxor kom of in Carré, dan denk ik altijd van, ja, nah, dan sta ik zelf nog in die zaal en denk ik, jezus, wat gebeurt hier allemaal? En omdat je waarschijnlijk dat hele voortraject hebt meegemaakt van die kleine zaaltjes en biertenten waar je moest vragen of de flipperkast uit mocht en dat soort dingen. En dan kwam de man podium op die zei, en er komt nou een cabaretier en je luistert. En, en dan moest zo'n hek voor de bar moest dicht. Vreselijk. Maar des te meer waardeer je dat je nu in Carré en in Nieuwe Luxor staat. Ja. Een maand. En dat is toch fantastisch. Ik vind het nog steeds geweldig. Ja, ik vind het fantastisch. Als er iemand is die ik het echt gun, ben jij het wel. Want je bent ook een goed mens gewoon. En die kom je niet meer zo vaak tegen. Nou ja. Nee, echt waar. En nou, daarom ben ik echt blij dat je bij me bent gekomen. En ik wil een extra hard applaus voor deze geweldige man. Dank je wel. Dank je wel. Ja. Nee, pas op met mijn zak. Geef je hem een compliment, gaat hij zich meteen misdragen. Dan mijn zakdoek. Blijf zitten. We gaan naar muziek. Je houdt ook van muziek? Ja. Dit is opera uit Jamaica. Hij staat samen met zijn band vlak voor de release van zijn 2e album In Transit. Hij speelt het nummer Gonna Leave You, dat voor de eerste keer op de Nederlandse televisie wordt vertolkt op een primeur. Dames en heren, hij is de eerste buitenlander die bij een groot Jamaicaans label tekent en is hier in Rijmanislaat. Geef hem applaus, Siggy and the Renaissance Band!
the same thing all the time. I miss the days you used to be my sunshine. Now I think you got to listen to the fun time. Yes, I'm gonna leave you now. Can't take the pressure no more, mama. Think I'm gonna leave you now. Yes, I'm ready for that love. Yes, I'm gonna leave you now. I don't know what we're fighting for. Think I'm gonna leave you now. Can't take the fussing no more. Many times I've tried to make it work, but it's not getting better. There's many reasons why, but all we do is blame each other, yeah. So I won't be around for long. Yes, I'll be missing you when I'm gone. Though I try to be strong, every day I just keep singing that same old song. Yo, yes, I'm gonna leave you, girl. Can't take the pressure no more. Think I'm gonna leave you, girl. Yes, I'm ready for that love. Yes, I'm gonna leave you now. I don't know what we're fighting for. Think I'm gonna leave you now. Can't take the fussing no more. Yo, though I've been missing you. Can't believe it's over cause my love was true. Maybe girl, it's time now for someone new. I don't wanna see you feeling sad and blue. Whoa, 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 I've been missing you. Can't believe it's over cause my love was true. Maybe girl, it's time now for someone new. I don't wanna see you feeling sad and blue. Hey, yes, I'm gonna leave you, girl. Gonna leave you, baby. No, 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 no. Mooi, man. Kun je een applaus, dames en heren? Zeker! Oké, dan. En wij zijn er volgende week weer. En dan bent u er ook bij. Van de S ontvangt aan minister Gerda Verburg. Achmed zoekt weer naar iemand. Joeri van Gelder komt met zijn vriendin in het bed liggen. Dus zorg dat je erbij bent. Volgende week, same time, same place. Abonneer is goed. Dag!